Ja, dan mag ik hem afsluiten. Tenminste, deze groepen. Dan, daarna komen er heel veel groepen. Dus het duurt nog wel even allemaal hier. Ja, Koen. Je bent de laatste, jongen. Koen was wel een hele bijzondere. Koen was er soms wel. En dan weer niet. En dan weer wel. En dan weer niet. Und so weiter, und so weiter. We kregen niet altijd even goed de hoogte van Koen. Wilde hij deze opleiding nu wel? Of wilde hij die nu niet? Ik kan me nog herinneren dat er ergens in het eerste jaar ook weer twijfel over jou was. Maar dat ik net een paar dagen daarvoor jou aangetroffen had bij een project in het theater. En dat je me daarbij vroeg, hey Dick, ken jij dat Engelse boek? The Automatic Lightning Programmers Handbook. Dat is een erg interessant boek. Ken je dat? Ik heb het gedownload. Ik zal het jou wel even mailen. Tja, zit ik daar in een vergadering en moet ik erkennen dat je weer veel afwezig bent en daarmee een slechte beroepshouding aangeeft. Maar anderzijds zag ik ook een ontzettend gedreven jongen die heel erg gemotiveerd is en zichzelf voedt met literatuur over het vak in het Engels geschreven nog wel. Nee, makkelijk heb je het ons niet gemaakt, Koen. Afijn, toch belandde je uiteindelijk in het tweede jaar. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Je wilde heel graag naar The Art of Light, om daar stage te lopen. Je had dit een jaar eerder ook al geprobeerd, maar toen lukte het niet. Nu wel. Daar ben je begonnen met het leren werken in Visiewik en mocht je mee grote shows op te bouwen van onder andere Direct. Dat ging 3 weken fantastisch en toen kreeg je dat fatale ongeluk op Ibiza. Op de bouw voor een concert van Armin van Buuren. De hoogwerker waarin je stond zakte met 1 wiel door de grond en je viel hard omlaag. Koen, wat heb je ons laten schrikken. Je leven heeft weken aan een zijde draadje gehangen. Met jongen, wat had jouw lichaam een goede conditie. Na 3 weken kwam je uit coma en werd je eindelijk overgevlogen naar Nederland. Een week later mocht je naar huis. Echt Koen, je had niet 1 engeltje, maar 100 engels op je schouder. Ongelooflijk. En het eerste weekend dat hij weer thuis was, stond hij alweer bij een show te kijken. Wat heb jij een ongelooflijke passie voor je vak. Tijdens je revalidatie heb je een Visiewik-studio voor jezelf ingericht en heb je thuis veel zitten tekenen. Je hebt jezelf dit programma in korte tijd heel goed eigen gemaakt. In gesprekken met jou heb ik je meerdere malen gevraagd, wat wil je nu eigenlijk na het behalen van je niveau 3? Ik denk dat jij veel sneller gaat in je ontwikkeling dan wij hier op school kunnen bieden aan jou, heb ik je gemeld. Dat had je zelf ook al door. Je hebt bij de Art of Light geïnformeerd of er een baan voor jou was en je hebt daar een fulltime contract gekregen. Een droombaan, Koen. Waar heel veel mensen stinkend jaloers op zijn, denk ik. Dit heb jij voor elkaar gekregen door je gedrevenheid en je passie voor het vak licht. Koen, je verdient dit diploma dubbel en dwars. Gefeliciteerd en houd ons nog eens op de hoogte van je lichte avonturen. Gefeliciteerd.